Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Voor sommige mensen was het een echte verrassing dat er vanmorgen zelfs wat wittigheid lag. Niet overal evenveel, soms alleen de daken, maar op sommige plaatsen in Drenthe lag echt even een witte laag en deed het zeer winters aan. Dat komt allemaal door een lage drukgebied vlak bij ons in de buurt. En dat lage drukgebied blijft daar een beetje liggen. Daaromheen circuleert veel bewolking en daaromheen komen dus ook flink wat buien over ons land. Die buien zien we heel goed op de radar. Uh, trekken eigenlijk van noordwest naar zuidoost tot oost. En soms zijn ze echt pittig. Er kan onweer bij zitten, hagel, natte sneeuw. Tijdens zo'n bui is het even glad en buiten de buien om klaart het af en toe een beetje op. Nou, dat wisselende beeld houden we voorlopig vast. Dat lage drukgebied ligt nog steeds in de buurt. Met ook vanavond en vannacht regelmatig buien. Soms wat opklaringen tussendoor. En in de nacht de meeste buien langs de kust, maar ook landinwaarts is het zeker niet droog. Morgen opnieuw kans op buien. De winterse neerslag kan er nog altijd bij zitten en ook onweer is mogelijk. Later op de dag klaart het langzaam aan iets meer op en neemt de buiigheid wat af. Maar of het ook echt helemaal droog gaat worden, dat moeten we nog even afwachten. Tot die tijd hebben we dus te maken met regelmatig buien. Hagel heb ik genoemd, onweer, natte sneeuw, regen, alles zit erbij. Soms een opklaring en vanavond 4 tot 6 graden. In de nacht daalt de temperatuur, vooral in het noordoosten, tot dicht bij het vriespunt. Kans op gladheid is er, zeker ook in buien die ook dan nog eventueel voorkomen. Morgen een wisselende dag, soms eventjes mooie zonnige momenten. Dan denk je het valt wel mee, maar dan komt er weer een fel exemplaar, een felle bui over. Met weer kans op hagel, weer kans op onweer en weer kans op natte sneeuw. Magere 9 graden op de Koningsdag en dat is echt Heel koud voor de tijd van het jaar. Nou, heel voorzichtig, de dagen daarna gaat de temperatuur iets omhoog, maar het gaat erg voorzichtig. Betekent in ieder geval wel dat na donderdag de kans op winterse neerslag en onweer af gaat nemen. En tussen de buien door ook dan weer af en toe wat zonneschijn. En de dagen die daarna volgen zien we vooral de onzekerheid zeer groot worden. Er zijn weer modellen die het kwik laten stijgen naar 15 graden, meer en zelfs richting de 20 graden laten lopen. Maar tegelijkertijd zijn er ook weer modellen die het gewoon laag houden. En dat betekent dat we voorlopig toch echt rekening moeten houden met wisselvallig weer. En vanaf het weekend grote onzekerheid in temperatuur. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.